practice, qualifying en race, 25%. En dat grapje gaan we later op de dag, later op de avond, nog eens een keer herhalen in Maleisië op Sepang. U ziet het, we kijken, we krijgen concurrentie. Op de harde band. 54 van brandstof van boord, long runs. Ik wil stoppen met onzin, ik moet mileage maken. Ik ben benieuwd. Ik ben ook benieuwd. Ik zie daar een haas langs rijden. Bram ziet er als goed is, een Renault langs rijden. Ja. Nee, nu komt Jolly en Palmer ook. Renault heeft zich even de mediums erop gelegd, ook wel bekend als de harde band. Geweldig bestuurd, normaal niet dan, want ik heb af en toe de Force Feedback heel raar mee weg. Vooral rond de middenstand. Ja, als hij uitvalt de Force Feedback, dat is echt fucked. Daar is echt min met de rieën. Ik ben meteen gekruist. Nee! Het is geen auto geschreven, hè? Nee. Maar ik ben wel duur op je gaas. Meteen de boeren en dat. Godverdomme, ik reed al meteen de streuk in. Streuk ook echt. Ik heb ook meteen de eerste chicane gemist. Nee, de tweede. Op het begin van sector 2. Ja. Ja, mooi. Mooi kutsakkie. Mooi kutsakkie, dat komt direct op kutsakkie. Man, ik heb er geen zin in. Zeker niet. Ah ja, ze dus kunnen de hele bocht worden van ons heen. Oh, ik heb het ook alweer verzaakt. Dit is wel een moeilijk. Van Ascari. Jezus. Ik sta langs de kant, Ik kan rustig langs. Niet bang zijn, ik ben je helemaal beest. De paniek opeens. Eens even kijken of ik het pacing kan duwen. Ze hebben brandstof weggenomen. Probleem fumes. Ik heb fucking veel brandstof. Ja, ik ook. Long runs. Quality pace heb ik wel genoeg. Hoe gaan we hier? Ja, hij is toch hit, mis hit, hè, voor de langere bocht, hoe het even ging. Ja, dat is hit, inderdaad. Hit, mis hit, ja. Cut, right on cut, dat is de... Ja. En daar komt de eerste ronde binnen. Eens kijken wat voor tijd het wordt. Een 27er. Hoe staat sneller dan de lap van... Oh nee, wacht. Er staat geen tijd. Allee dan. Zien we hier binnen. Zet hier dan ook geen... Direct naar binnen, oké. Setup veranderd worden, was het onstabiel in de Ascari chicane. Daar ook tweede keer met die high fuel bij het uitkomen de auto verloren. Oh ja, die zijn de supervreugde. Godverdomme. Moet Kieke nog net van speeden. De pit entry is ja, super vreugd. Ja, dat zijn we net. Dan kan ze vol uit de bocht en dan... Dat is niet te doen. Ik weet ook nooit waar ze moest gaan beginnen met remmen. Om fatsoenlijk goed te komen. Dat is niet te doen. Ja, ik vul het helder binnen gereden. Dat werden ja, sowieso gelukkig is practice. Stop en goes. Ah, meid. En
Ja, daar komt hij. Cue vaste slap. Tak. Geur nog niet. Ah, de vettige teammate van de Grietmig in de weg. Ah, de van mij? Remek? Oh. Ah, nice. Ah, ik zei het, de Griet volbeurig. Wat een goede teammate heb ik toch, hè? Wat een goede teammate. Ja, behalve ze dreigen. Vooral op Monza. Het was stupid to go with qualify. Sukkel. Ah, de ruim moet een 3 uur lopen wachten erop. Ja. Zijn ze dan 3 uur, red zich één rondje, red ze meteen fucking de berm in. Man. Lijk zo'n Fransman, hè. De kokfilmpjes op zich. Ja, die Fransmannen, wat hebben die te verlezen? Ja, die fuck. Oh, kom, dat is een beter Fransman. Ja. Ja, dat is wel weer fuck. Of Leclerc. Maar dat is een mooie gast. Ik ga het laten zien. Okay. We hebben bedacht om de race te laten starten voor de chicane. Ja, de eerste chicane zou kunnen. Als ze dan met 20 inrijdt, dan redt ze gewoon helemaal dood. Ja, maar de wou zou ik hem vervangen of ze gek hebben gehaald. Oh. Zonder dat je gewoon de baan groep direct doorgeet. Ascari wordt toch ja. mis, zei je, hè? Want dan doen we het goed. Ja, andersom, toch? En cue vaste slap. There we go. 1.665. Ik heb de pace niet bepaald. Eerste rondje. Godver cancer! Nee! Finaal voor hem! Nee. Ik ging gewoon rechtdoor, als we te zijn. Ja. Hij is gewoon. Je weet dat het erg is als ze op de kaart kunnen zijn niet geeft. Ja. Hé, hey, volgens mij kom ik hem tegen. Ja. Gevaarlijke balans in de auto. Zeker met high fuel. Met weinig uit tijdens de race. 1.36, dat is wel redelijk, toch? Ja, dat is, hè. Als outlap. Ja. Oh god. Nou, maar deze setup is natuurlijk gemak voor een Ferrari. Niet voor een Haskin. Dus je moet iets meer vleugel op zitten. Ja, ik heb deze setup gepakt uit van de carrière van de Renault, maar volgens mij zijn die auto's helemaal niet vergelijkbaar. Nee, nee. Dat is allemaal onzin. Ja. Maar wat heb jij van de wings bijvoorbeeld? 1-3. Ah, weer
weer doorgeschoten. Ik heb ze 1-2 staan. Zeer agressief. Stering agressief, wat is met de ballast dan? 8 volgens mij, of 9 zelfs. Nee, dat heb ik hem op 9 staan. Ik wou een beetje op 10, maar dat ging helemaal fout. Nee, 10 is echt te veel. Volgens mij heb ik hem op 9 staan. Godverdomme, daar vandoor leek me op te duwen. Dat is een slecht teken op Monza. Ja. Ja. Als Van Doorn het weekend houdt op Monza, dan... Dan heb je de beest weer. Ja, ik heb alles. Oh. Rustig niet. Oh, een 31 al. Zoiets zeg maar dan. Ja, kijk. En volgende week gaat het onder de 30. Nee, ik moet meer brake pressure gewoon doen. Dit remt gewoon niet. Meer brake pressure? Ik heb wel een flink uit vanaf gehaald. Ja, ik ben op dit circuit best wel fan van weinig brake pressure. Ja, nee, maar ik rijd heel veel draaf gehaald, maar dat is te veel. Ah, oké, okay, zo. Het gewoon niet, dat betekent hem. Vettige. Ja. Vettige is dat. Diep. Zo'n busstopchicane is het eigenlijk. Ja, daar redt een. Terwijl het niet de busstopchicane is. Er zit maar één busstopchicane. Niet de busstopchicane. Nou ja, die kijk ik wel de busstopchicane, maar... Echt de busstopchicane is niet wat de busstopchicane is. Dat is wat ze in Daytona hebben. Daar hebben ze nog een echte. Ja. Van Deurne! Ja, ga wel weer met die van mij te rijden. Oh, kreeg slipstream. Een 31,5. Hop. Langzaam, hè. Langzaam vergeet er ook in de 30 zitten. Ho! Daar hem terug. Jezus man. Justus Kingerman. Als je in de maat. Ja. Ah, Van Doorn, een fucker. Ho, oh, Bram! Wat heb jij nu? You motherfucker, you! Kut. Wat is dit voor een lulle move? Van Doorn! Ik dacht dat ze me schrikken, maar tegen hem op. Sorry. Man. Ja, wel, sorry. Ik heb de straf gereden. Shit, ik heb een keer roepen gekregen. Ik wou door, dus om niet te gaan rijden, maar toen ging ik aan. Wat een vet. Shit, ik heb een keer roepen gekregen. Ik heb een kunactie. Ja. Oké, dat kan ik niet meer door. Ik heb een B-plek en al die gekregen. Nee, wat echt? Navient! Fast beat! Is dat echt zo, Bram? Ja. Ah, oh, fuck. Ja, oeps. Ja, het is nu op zich niet zo erg. Ja, ik zou toch achteraan starten. Ja, voor de quali kunnen we nog wel een nieuwe sessie starten. Maar ik moet toch naar binnen nu. Ik ook. Ja, sorry. Nee, dat moet niet. Heb je schade? Ja, alleen frontwing. Maar ik ging sowieso naar binnen nu. Ja, en ik ook het ondersturen. Dus dat moet ik ook echt niet doen. Nou, moet ik hier... Wat dat de vreugd? Ja, ja, maar volgens mij geeft ze niet echt volledige snelheid als ze normaal zou hebben. Nee, dat is... Tenminste, ik zat niet op de snelheid. Nee! 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 Wat hebben ze gedaan? Oh, de crash. Nu was ik gedeeld. Dit is helemaal een beursje, die tweet. Altijd, hè. Het kind niet goed gaan. Rivaliteit hebben ze dan. Ja.
Dus je hebt eigenlijk 1, 2, dat is echt super weinig, ja? Dat is helemaal niks. Zullen we dan speed op één, man? Ik wil echt gewoon er 2, 3 van maken. Oh. Ja, dan nee, dat doet het niet. Aan de lege front winkelen ze zich wel alleen maar veroorloven als ze heel veel ballast zitten, dus dat is extreem riskant. Ja. Wow, massive crash van de seeker en hij ligt uit de sessie. Wat echt? Ja. Dat heb ik gedaan. De likker. Ja, oh, nee. uitkomen als crash. Nee. Iets te veel commitment. Je kunt ze dan zo aan crashen. Ja, de achterkant behoort niet goed. Dat is geen goede zaak. Ja, dat is shit, hè. Moeten we een nieuwe practice sessie starten? Dat vind ik geen slecht idee. Ja, heel kort maar, hè. Heel kort. Ja, dan denk ik. Mogen nog even naar boete kijken of mijn setup gaat beter is? Ja. Ja, je kunt ze ook in de nieuwe sessie doen, hè. Ja, dat is wel. We van dit einde rondje 3 en dan te kappen, ofzo. Gezien ik een 1.30er als snelste ronde heb, ik nog even oefenen eigenlijk. Ja. Maar ik heb ook een nieuwe sessie op zich. Ja, Rien nog maar even tegen de tijd dat ik een nieuwe lobby heb, heb ze geen rondje gereden. En dan is het ook weer blij. Ik ben nog te backdating. Ik ga even commentaar leveren op deze meneer hier. Ik ken dit godverdomme. Wat is dit? Och, remt ik meteen. Ja, lach er maar met. Ja, zeker dan, ik dacht. Nee, ik heb de vingers gekeken. Zo vervelend, hè? En dan die fout mee, namelijk. Voor die vervelend, en dan vooral als ze aankondigen dat ze zich zitten te bekijken. Dat doet ik hier ook even. Nee! Oh, kutzooi. En ik mis hit. Mis hit. Het is jammer dat die broodjes zo liggen. Ah, met de haast is het heel goed op de curbs, hè. Te wit zal wat in qualifying gaat gebeuren. Oh, de remt terug! Ja! Dat is ook... Shit, hè. Ja, daar is hem onze aanremmen. Maar met veel maar ze net niet 240 meter al remmen. Dat is echt leuk vreugd. Ja. Hier remmen ze ook veel te laat. Ja. Die Black Box moesten remmen. Dat is vol fuel-ups. Bizu, dat kan ik niet goed zijn natuurlijk, hè. En een ding is klaar. Zal ik kappen? Nee. Nee. Ja, wacht. Maak de ronde maar even, daar ging ze gewoon. Ja. Ah, oké. Gelijk, ondanks ik een volledig verzaak heb, had 2,3 seconden verder op wat ik net heb. Oeh! Daar hebben we er erg veel met. Hier ben ik tussen gekregen. Hier ben ik tussen gekregen. En ook Bram nu. Oh nee! Touché! Heeft zich ook afgeschreven. Jongens. Meneer heeft dezelfde plek, ik heb hem aan de rechterkant afgeschreven. Oh, dat ken ik niet zo heel goed. Wat trouwens aan die nieuwe helm? Helm? Op zo'n nieuwe helm? Ja, ik heb geprobeerd nog meer de Verstappen helm te benaderen. Oh. Jezus, man. Oké. Okay. Jezus. We gaan naar sessie. Dertender. Jos Verstappen helm. Jos. Hallo. Jos, oké. Heb je een grill die Jos heet? Ja, precies. Allee, heb jij een grill die Jos heet? Jos. Zo goed, hè. Wie droog dat er nou zijn? Super droog, ja. Maar, het hij fucking kapot aan wil leggen. Ja,
heeft dat van doen? Ah, is dat toch? Kom ik eraan. Ja. Zit ik erin? Ja. Ik zit erin, ik zit er helemaal in. Pak ik de Renault. Oh, ik wil. Pak ik de wit, ja? Ready. 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 En rennen ze weg. Ja, ik heb goed af. Balans, Sebastian. Maar oké. Okay. Ik moet eerlijk wel remmen overal. Ik heb elke bocht verneukt. Dat is toch ook de golden rule of racing, Bram? Ja, dat weinig. Maar ja, ik ben nog een beetje aan het zeuken. Nee, wacht eens even, de golden rule is gedaan, dus ja. Nee. Maar ja, Verstappen zijn altijd. Jos dan. Ja, ja Jos. Je hebt ze wel een Jos genoeg ertoe. Daarom gaan we wel de grindbak terecht misschien. En even kijken. Car setup. Benzine. Ah, ja. Benzine. Hoeveel laps gewoon ik rie? Tires. Tire management. Jeff. Wat is de cool, dude? Och jong, Jeff. Jeff is in de nutten. Altijd het gezeik van de vent, hè? Jeff is in de nutten en in de kooi. In een kooi in nutten is het. Aerodynamics, Jeff. De Renault gaat de baan op. Ja. Ja. Ja, ja. Yep, come on guys, honestly, how long is this gonna take? Wat voor bandjes heb je gepakt? Ik ga nu met medium stint. Ik ga nu op de soft. Ik ga nu altijd gaan hangen doen dan de super medium. Soft met een medium fuel. Max van Stappen mix. Is dat zo? Zo nut hè, dat ze er niet met kunt oefenen. Achter is gaan in het. Nou, ik drie maar ook goed. Ik kom al aangedreven daar. Ik ben benieuwd of het is zelf beter werkt. Misschien een nutte. Toepassen. We zijn bang, hè. 10.000 toeren. Ik weet niet, ging je Max kneutjes nergens aan. Oh! Voor de oven, maar gelijk neemt dat ik er niet met kom. Dat is al bijna leeg. Ik wil je wel helpen, maar... Godverdomme, ik heb honger van. Oh, die debris achter me. Fuck. Ik kan van alles kapot gereden. Ja, hij is weer bezig, hè, met burgjes eraf rieën. Nee, dat zijn geen breakmarkers. Ik ben bang. Als die breakmarkers hier weg zijn, dan ben ik echt compleet verloren. Ja, sowieso. Nexon, black box. Dames en heren, Ascari, wie gaat nu lopen, hè? Hm? Black box. Zou ook een black box om te remmen? Dat is dus de main black box, ja. Oké. Okay. En die laatste box is het groene gedeelte. Mooi, ik heb nog een mic. Mooi, ik pak twee aan de beurtjes of zo. Ik heb eigenlijk wel gaan. Die blackboxen, die hebben ze op de goede plek gezet. Ik heb geen blackbox, nee. Alleen als ik te laat rem, dan heb ik een broenbox. Louis. Dat doe je wel een goedje. Dat is die van Japan toen. Je hebt helemaal van die korte mupjes dat je zit, Tim. Korte mukjes. Ja. En als het niet een jaar Paul is, dan is het in. Nee, Paul. Fernando. Alfonso. Fernando Alfonso. Kijk wat ik eigenlijk gedaan heb. Daar op de muur. Op je muil. Op de muur. Op de mule. Godmondig. Oh, die curbs hier in de chicane, hè. Nee, te geloven. De curbs. Ja, dan pak je de curbs.
Dit is een pleistertje. Pleistertje. Ja, daarom het prijs. Wat prijs. Prijs, ik denk wordt geschoren of zo. Prijs, ik denk houden. Daar is de 25 van de ziekte. Godverdomme. En een field slipstream is fucking link, want hij rijdt erg langzaam. Dat is ook een kut idee, maar weer een slipstream en net de pit zo'n kut. Zeker in onze. Ja, en dan net als ze wilt inhalen, dan verzinnen ze dat ze zelf aan de kant moeten gaan. Oeh, film! Jezus man. Ja, dan worden ze weer aan de kant gewonnen, hè. Nou, in 1,29, hè. Ja, ik ben wel in de buurt. Oh, kwijt. Oh, dan hadden we op de Supersoft event. Ik denk al. Misschien kwalieren. Wat had hij de pees opeens maar? Op de Supers. Supersoft. Oh man. Oh, die curbsie. Ah. Nee, het is verzaak. Dat lik het. Het is geil. Nee, het wordt grijs. Grijs gebied. Grijs met wit. De jongen hier met kent. Oh, de verkeer hier. Ik ga gewoon alles even langs laten hier. Kom maar. Best een elke weerlijn. Excellent. Ik ga hem staan. Ah nee! Hij parkeert de bus even. Ja, ik Fiat. Denk dan. Zo, een 1,27,9. Zwaar. Ja, ze komen eraan, hè. P4, hè. Dat is niks. En verend. God. De rest is weg. Dat merk is niet. Godsgloeiende. Dat wordt een verzuchting. Ah, ja, oké. Okay. Alfonso redt ver mee. Oh, wat er gebeurt hier? Honderd! Ik ben echt finaal aangegeven. Pas op! Ren! Oh. Ja, ik wil zeker een zwikwoord of kom. Of PRS, zijn we de twee. Schmerig. Ik heb echt Dux erin geholpen, maat. Nou ja, eventjes naar binnen.
We renewen alles. Ja. Lekker. Ben je aan het oefenen? Ah, zit ze veel mee. Dat is je wel. Speeding in de pitlane. Oeh. Bram, dit is net per ongeluk. Nou, pak nog wat deurtjes in de trashy team. Het is tijdig. Ja, maar het is toch wel een Sean Butje, hè, dat is ook. Wow. Ja. Echt heel mooi. Staat ze gair achter? Ja, echt wel. Dat is het wel. Wie de geiter? We hebben die fucker zou Jeff zijn. Ja. De Chinees zijn. Okay. Ik zie hem nu niet, maar ik zweer dat ze in career mode hebben ze hier een engineer staan bij Esco en Jolly en Palmer. Ja, dat kan met drie genoeg. Als driver. Maar wel als engineer. En dat gezicht, hij is al gemodeld, dus hij is een gast van ja, dan gebroken hem als engineer. Goed. Maar is het niet zo dat bij elk die gewoon dezelfde gezicht is? Ja, ja. Kijken. Godverdomme, zit ik weer achter een kutfan. Weerlijn. Ik ben gewoon naar binnen geweest, hè. Kom ik weer achter de fucker ooit. Godverdomme. Dit is een weer achter een lijn, hè. Ja, een lijn nog helemaal afgegeven naar binnen. Ik wou eigenlijk even slipstream metgepakt, dus wie nou in de pit leek terecht gekomen. Ah, dat zijn momentjes. Godverdomme! Maar dat is ook een bug in het spel, waardoor slipstream werkt, hè? Echt? Maar dat is niet dumme, soms. Soms is het dan nog de eerste pit stop en dan werkt het niet. Fuck. Het spel is zo fucked. Nog maar terug naar 2016. Nou, daar wordt een probleem mee, hè. Zijn we doen, jongens? Heerlijk, Fiat. Godverdomme.
Hij is niet blij. Nee. Hoe? Godverdomme. Zeg ik er nergens op. Dan moet ik veel Maar door. Tijdens het aanraam een wieltje in het glaas, zo zag ik die man. Wat kan ik veel over de Hugo zit geklaard? Ik heb niet zelf man, wat denk ze? Ik ben echt de komende 6 jaar nog niet klaar met de Hugo. Gast, moet er ooit wel eens naar binnen halen, hè? Ja, nee, dat is waar. Ja, ik zag die zus op zich niet heel slecht. Ja, mag ik nog een rondje maken of twee? Ja, dat ja. Dan wil ik misschien nog even een quali run dan. Nou, ik ken het wel natuurlijk. Dat ze meteen in het veld zitten. Ah, nee, verruik het. Jammer. Pit entry oefenen. Ja, ik denk inderdaad, oefen met de pit entry nog een keer. En dan zit het er van weg op. Je bent toch een angstige tijdens de race, de pit. Ja. Een angstbedje. Ah, dat is wel een gigantisch verschil nu met de stabiliteit. Dus ik ben tevreden over mijn setup. Long run pace. Ja, dat weet ik niet wie dat zit. Dat maakt niet zo goed. Dat zien we dan wel. Long run stabiliteit is toch wel, dat is eigenlijk belangrijker. Ja, voor de race pace. S Verhoeven en S Lane kent het. Niet alle beginnen allebei, maar ik kan natuurlijk. Ik laat hem echt lekker op 2 à 3 staan. Ik vind hem wel prima. Wat hebben ze dan met de ballast gedaan? 8. Dat is ook belangrijk, hè? Zeer. Ja, ja, ja. 8. Dat vind ik wel prima. Eit. Ja, dan wat was het zijn. De drivability vind ik heel belangrijk. Oh. Maar is verzaagd. De jong is binnen. Wow, te veel te veel. Super. Dat is Jeff. Was ze kieken als ze in de pitlane best, hè? Ja. Maar ze is gewoon de pitwalking. Al die fans die er staan, die er springen de kant ziet. Dat is ook fucked van die animaties daarvan. Godverdomme, rondje aan het verzaak. Oh nee. Zijn we door hier? Wel, die door. Probeer er nog één. Ja. En we zijn aan de boord bij de Seeker. Oh fuck sake. Ik ben wel bang dat de Doodler zou zeggen. Oeh. Oeh, daar gaat en het verzaak is heel erg fout, hè? Nu tijdens de practice morgen nog, hè? Die kwalie mogen we niet naar elkaar kieken. Nee, dan mocht ze op kieken, maar dan mocht je niet zeggen dat ze aan boord is. Mocht je niet zeggen dat ze aan het kieken is. Oh, daar gaat hij! Ik had het al gebeurd. Oh, hij verzaakt het helemaal. Ik had het al gebeurd. Oh! 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 Man, wat is dat ding voor een draaicirkel, man? Godverdomme, daar heb ik nog een front-wing draap liggen. Kom, Bram. Hé, daar liggen we. Hier, Bramke. Ja. Dat is tof, hoor. Ik heb het ganse beeld ervoor, met Stef. En we zijn nu op een punt op de baan waar de koningsdoedler langs komt. Hij doet het. Hij doet het gewoon. Daar! Mooi, hè? Raak meer zaak. Heel goed. Oeh. Ja, die sneed hij goed aan. Ja, maar het rondje is gewoon niet. Ik geloof dat mijn supersofts zodra we beginnen te gaan dan. Is musicus? Oh fuck, ik heb oude supersofts gefit inderdaad. Is het niet eerst door. Ah! Oh, dat gaat er alweer! Aanrechts op de zijde is heel ver te zoeken. Oh! Nog eens! Wat is dit? Nee, retire from session. De Thunder heeft de sessie verlaten.
Nou ja, sick. Nou ja, zeg. Als ze nog een rondje was, hier moesten ze het doen. Maar... Je maakt het rondje af. Oh ja, Lexke 7 verder doen dan. Ja, maar is niks. Ja, absoluut. Max Verstappen, ja, absoluut. Geek can see, netjes. Oh, ja, netjes. Oh nee, dit netjes. Wow, ja, een beetje. Maar ja, mijn bandjes zitten er doorheen. Ik kreeg het gewoon helemaal voor elkaar om aan mijn tier te komen. Strak langs de lijn. Oh. Oeh, ja, ja! Snellere tijd nergens aan. Nou, hè? Van B7 naar B7. Ja. Nou ja, ik vind het goed. Ik geen tijden. Ja hoor. Oh, tijden en derde doeler nu in feit. Met de retire en derde doeler. Gaat mee in de retiring der volkeren. Ja, het zijn schoon tien. Ja, nou. Ik schaam me gewoon een beetje. Schamen. Wauw, ik heb maar een slecht. De Eriksson, hij moet zich schamen. En 30 redden. Godverdomme. Pascal weer alleen. En 29 op Supersoft. God, miljarden heet. Dat was het toch gewoon niet met de pitsuterieën. Ja. Oh, eens even het rechter gaan zitten toch weer. Het is tijd. Tijd voor de test. Het is tijd. Tijd voor de test. Eens even kijken. Heb ik alles. Is het zelf bewaard? Dat is de grote vraag. Ja, dat heb ik echt mis. Vraag is, ik toch nog meer. Ja, nou. Natuurlijk niet! Oh man, er gaan al die fuckers in moeten. Ja, dat is kut, hè. Het is gewoon de trein weg. Aan het begin en het einde van onze sessie is een fucktrein. Je bent aan het midden gewoon eigenlijk. Fucktrein, heel mooi. Hoe is het gelukkig niet zo lang spie, maar op Spa is het echt heel kut, hè. Dan kunnen ze gewoon maar één fatsoenlijke run dan eigenlijk. En dat ze anders in de fucktrein zitten, ze zitten hier nog wel mee. Daar zit in hetzelfde schuitje. Ik denk dat hij langzaam zou rieden, maar misschien kan ik beter terug laten zakken. Wat gaat hij doen? Toch is het goed, hè? Vlucht hij weer van alles. Shit, die wrakstukken daar, godverdomme. What the fuck is it? What are we even doing here? Crashing of pingpong? Racing of taekwondo? Maar ik kreeg ze niet aan mijn engel, dat is de katerie. Ja, ik moest geen ruimte laten. Ik kwam een fijn druk zakken. Ah, ver dat ze die allemaal ingehaald hebt. Ja, dat wil ik aan het proberen. Of spouwen. Kool ze gewoon allemaal in. BAM! Pot. Nope. Heel dociel druk laten zakken. Ja, kut is. Ja, zolang hebben ze nog van eten, hè, dus. Nee, maar ja, als ze heel lang wachten, dan zijn ze niet bijna gekozen. De hele opzicht nog in de pits, hè, dus die komen dadelijk ook in boete. Komen nog terug, dadelijk. Dat is eigenlijk kapot, zo dan. Maar dat Schumacher toen zo kort was. Eventjes naar de pit lopen van Koelthard of zo, om dan even op de back te zoeken. Oh, wat is dat? Fuelmix, dat ik kijk. Om Max Verstappen te zitten, is die gewoon op bridge. Oh! Shit, dat gaat ze kon. Nou, minstens. Zo vervelend als hier niet meteen de Delta Chris van die fastest lap in practice, hè? Ja, fuckrig is dat. Gaan we? Ah, te niet. Ah.
Fuck. Wacht, vergeten dat ze er twee versnellingen terug moeten plaatsen. Eén, dus ik op mijn net gooit de tweede de les. Oh, je hebt hier nog gelanceerd, man. Holy shit. Nee, dat is bespaard. Dadelijk in Maleisië was ze gelanceerd. Ah, het is kwijt! Oh, bam! Bien op hetzelfde punt werd de auto afgeschreven. Oh, dat is jouw. Oh, nee. Maar hij is niet afgeschreven. Nee, let maar. Stem langs laten. Dat heet wel heel wiet. Het is een grote dat ik van de kant geleverd word dan. Godverdomme, ik kwam best een goede lab bezig. Dus dag, bakken maar lekker. Ja, een risicootje. Come on guys, honestly, dit doet maar zo fucking lang, hè. Dit moest je kunnen skippen, dit is van onzin. Godverdomme, wat is hier aan de hand, man? Nou, in ieder geval een pedrietje. Echt een stuiter. Dit duurt lang. Dat er gedaan? Deze keer rijdt het. Dat is zo kut, hè. Daar. Come on guys. Eigen boerfestijn vandaag. Jo. Ja, de Chris had ze vlak na hete tijd implants. Ja. Die hebben zich net gedaan achter de huis gelieven. Ja, dan is dat een grote. Achter de huis? Achter de huis. Oh, ik denk al. Gingen we dat doen? Staat weer een nieuwe garage of zo. Duurt het maar achter de huis. Oeh, ja, ja, ja. Goed voor mijn tijd. Lekker. Nee, ik heb wat de pit entry nog eens oefenen. Wat een verrekkeling, je wil ik al door hier, hè? Boom, man, de PS. Heel meeuw. Come on, guys! Honestly! Gas! Gas! Heel meeuw. Oh, het goed. Oh, Skviat. Get on your feet, soldier. We are leaving. Come on, guys! Oh, zieke lap, zieke lap, zieke lap van de dude, zukke kok, wat dat er een P? P2! P! Sick! P2! Holland! Oh, wat is de volgende is weer met 1, 23, 8. De koningsdoelen zijn 1, 22, 5. 22? 1, 25, 7. Check hem gewoon niet. De kriegel. Dat is bijna 2 seconden langzamer. Ik verrem de weg, ik denk ik wel even goed doen. Ik zet hem op start. Wat zit hij hier? Wat heb ze gedaan? Misschien duur. Wat is deze aan het doen? Ik zet die toiletjes dan, Bram is kapot gegaan. Hè? Hij heeft hem echt kapot gemaakt. Hij zat dat toen disqualified of zo was. Dude, wat een stuk goal! Oh. Oké, okay, wacht even kijken. Dude, ik ging rechtdoor in de eerste bocht. Ik denk, zet hem op start. Hè, op pauze. En dat gaat er wel zelf. Dat gaat er super moeilijk door. En achter de drie en shit. Ja, ik zit al wat gedaan, hè. What the fucker? Oh. Ja, wrong way offense heb ik gekregen. Ja, dat deed dat ding zelf, hè. Ik ben boos van. Dat er zelf natuurlijk gestoord is, Christian. Ja, dat is dit kent ik niet. Kutspel. Laten we maar opnieuw beginnen. Jij hebt een mooie tiet neergezet. Oh man, dat spel is zo slecht. Geldtruc! Ja, oké, gedisqualificeerd. Lekker. Moeten we opnieuw beginnen? Ik dat ik achteraan start. Dat betekent dat ik niet met mocht hier. We hebben wel onze dual herding gevaren, hè? Dat begrip je natuurlijk wel. Ja. De keuze is aan Bram. De keuze is reuze. Ja, ik wil niet op mijn spel van neuken worden. De zee. Ja, dat wil ik wel. Dus ik kom nog eens. We kunnen alle koningsdoelen een eerlijke kans krijgen.
Ja, ga je een beetje leger rijden, gewoon helemaal mooi. Ah. Ja, dat was zeker een goede lap. Ja, dan moeten we nog wel, wel toebiet eigenlijk, hè? Ja. Ah, man. Net een fucking dikke exit. Ik doe een bocht eind van het bed, was ik. Maar starten we nu opnieuw, of niet? Ja. Ja, oh, mijn nee. Advies is ja, maar wat je was, dan kun je zo'n leuke kans geven, ja. Dit is gewoon een foutere spel, ik denk dat er net bestraft moet werden. Dat is echt nee, nee. Ah, dat wordt wel een beetje weten, Tim. Dude! Hoop het wel te kieken. Ja. Dit is gewoon extra prettig, jongens. We gaan toch opnieuw beginnen. Ik kreeg de runje uit. Ik ga er even laten zien. Als Karin moet. Oh, hij ruimt naar het in de deur of dat. Hopla, missen en raken. Oh, ik riep al die vol in mijn curb, hè. Maar doe neem bij mij, oké. Wellicht is best wel een dikke laar bezig, hè. Ah, ja, best wel lekker. Ik word in hier, zeg niet. Nou, mijn hoek wordt ook verzaakt. Hey. Wow, 22. Durf. Mijn advies is dat we doorgaan. Damn, fuck off. Verander nu. Fuck off. Mijn advies is sukke kok. Sukke kok, man. Ik heb het wel gedaan, waanzinnig. Ja. Ik retire. Nee, niet retire. Oh. Moest druk naar mee, want anders ga je door naar de race. Oké, dus ik kom back to the main menu. Ja. Ik wacht wel op een invite. Of ja, dan kun je inderdaad ook goed wachten. Dus een invite is, dan gebeurt het allemaal vanzelf. That's you into P2. You're currently on the front row of the grid. Niet vanzelf is. Dat wilde mij later op deze manier. Ja, godverdomme hé. Kut, sorry. Yeah. Dat enthousiasme ook. Hij sprong op! Hij duwt op de knop! Oh kut, ik heb meest bestuur gefuckt. Kilt Pierre. Ik ben net. Eerder ben dan Tim. Oh, dan kan ik de goeie pakken. Nee. De goeie Renault. Tuurlijk niet man! Wat is de goeie Renault dan? Ik had die pannen Welke Renault pak ze dan? De van Hulkenberg. Tim pak altijd elke bij, ik pak altijd plannen. Maar altijd omdat Tim die elke bij gelegd te pakken. Ja, als ze samen dit is, dan mag ik het ook niet doen. Maar Tim, dat wil immer toen we die vragen zijn, wel de persie dat we met willen hebben. Ja, dat hadden we net. Kom maar, we gaan beginnen. Even kijken, dan moeten we direct even de practice even slaan. Oeh ja, ik zit trouwens eens stream even goed. Ik heb de practice apart van. De full quality. Ja, de goede quality. De full quality. Oh. Jong, nee. Het kreeg op het seizoen inderdaad. Sensel. Daar gaan we. Een 6.